De cafés op de Grote Markt in Den Haag maken er maar het beste van. De gedwongen sluiting wordt gebruikt om schoon te maken en de boel een likje verf te geven. De eigenaar van deze kroegen is ook de lokale voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Hij is niet ontevreden met de steun van het kabinet. Ik denk dat die maatregelen op dit moment, ik zou dat genoeg kunnen zijn, maar het is natuurlijk wel iets wat heel snel verandert. Als je nagaat wat wij hier vorige week nog hadden over de viering van St. Patrick's Day en kijk waar we nu staan, alles is dicht, dan kan ik me voorstellen dat dit ook snel weer bijgesteld zal moeten worden. Maar we zijn tevreden zoals het nu gepresenteerd is. Toch hoopt Maarten Hinlopen dat de gemeente Den Haag en de vastgoedeigenaren die veel kroegen verhuren ook wat willen doen. Om in elk geval in overleg te gaan met uw huurders en te kijken wat de oplossingen zijn. Want een horeca die helemaal kapot is, daar hebben we straks ook niks meer aan. Er is ook een sector waar de maatregelen niet toereikend voor zijn. Zo is de verwachting van de directeur van veilingbedrijf Flora Holland. Het gaat dan om de sierteelt. Op een parkeerterrein naast de veiling worden onverkochte bloemen weggegooid. En dat kan niet al te lang zo doorgaan. We hebben 70% van de aanvoer al gereduceerd. Maar als ik dit zo zie, zal dat morgen nog verder moeten worden gedaan. Ten aanzien van de maatregelen van de overheid. Wij zijn heel erg blij met de maatregelen en de snelheid waarmee de overheid dat nu heeft gepubliceerd. Complimenten daarvoor. Alleen voor de sierteelt is dit nog onvoldoende. Van Schilfgaarde pleit voor een extra noodfonds voor de sierteelt. Want de sector kijkt waarschijnlijk tegen een schadepost van 2 miljard euro aan. We zijn dan ook nog druk in gesprek met ministers en het ministeries over het instellen van een noodfonds specifiek voor de sierteelt. Want de productie is afgelopen maanden al helemaal op stoom gekomen. Wij produceerden natuurlijk voor de moederdagen. Aanstaande zondag is Engelse Moederdag. En die hele productie moet gewoon vernietigd worden.